In deze documentaire neem ik je mee in een dag in het leven van regisseur Sander Lichthart. En wil ik je laten zien hoe gevarieerd het vak van een regisseur is en met hoeveel passie Sander dit vak uitoefent. Ik neem je onder andere mee naar een locatiebezoek voor een nieuwe commercial, de première van zijn nieuwste film. En laat ik jullie zien wat Sander nou zo leuk vindt aan zijn vak als regisseur. Dit is de documentaire over Sander Lichthart. Klaar en actie! Toen ik jong was, ik denk dat ik een jaar of 12 was, toen dacht ik van filmen, dat lijkt me heel gaaf. Dat was toen net de tijd van de eerste videocamera's. Dus dat je echt op video iets op kon nemen en er terug kon kijken. Dat ging toen nog op bandjes. Dat kan je nu bijna niet meer voorstellen natuurlijk. En toen ging ik eigenlijk commercials opnemen samen met mijn beste vriendje. En dan verzonden we zelf een scriptje en dat gingen we dan uitvoeren. En dan aan de familie laten zien van kijk, we hebben een commercialtje gemaakt. Het waren best wel leuke ideetjes wat dat betreft. Wat ik merkte was dat ik de camera zag ik heel erg als van oké, dan ga ik beelden maken en dat wordt een film. En later leerde ik eigenlijk dat je eerst een verhaal nodig hebt en een plan. En dan pas dan kan je de camera pakken. Terwijl ik daarvoor pakte ik gewoon de camera en dan richt ik op iets wat mooi was. En daar zet ik muziek onder en dat was het dan. Ja, ik heb later gewoon eerst MAVO gedaan, daarna HAVO. En toen werd ik, tot mijn grote verrassing, aangenomen bij een project waar mensen werden opgeleid tot video-editors. En nog steeds doe ik dat heel graag, het monteren. Bij montage komt eigenlijk alles bij elkaar. Wat de cameraman heeft gedraaid, wat de componist heeft gecomponeerd of de muziek die je hebt gezocht. En daar bouw je eigenlijk opnieuw het verhaal op. Het was eigenlijk een werkloze project, maar ik had een opleiding gedaan bij een volwassen onderwijsinstelling. Ik was eigenlijk werkloos, dus ik kon me aanmelden. Ik werd aangenomen. Ik kreeg de opleiding betaald en ik mocht meteen bij de televisie gaan werken. Meteen bij het NOS-journaal en bij Studio Sport. Ja, dat was heel erg gaaf. Als eerste gingen we naar locatiebezoek in Vught. Nou, we zijn nu op locatiebezoek en locatiebezoek wil eigenlijk zeggen dat we gaan kijken de opnames die moeten hier gaan plaatsvinden. Maar welke opnames? Hoe gaan we het schieten? En wat heel erg belangrijk is, is dat je dan dat we eigenlijk samen met de crew, de cameraman en de belichter alvast eigenlijk gaan kijken van nou ja, wat komen we tegen? Hoe gaan we de shots maken? Waar gaan de lampen staan? Wat komt dan bijvoorbeeld een lichtman tegen? Waar moet hij zijn stroom vandaan halen en dat soort zaken? En ook, hoe gaat het eruit zien? Het noorden is, ja, daar komt is dit altijd zo? Ja, maar daar komt hij graag gaan wel tegenvallen. Nee? Let hij dat? Ja. In deze tijd van het jaar, ja? Nou, denk ik niet, hoor. Nee. En hier gaan we niks aan doen, dus dit is gewoon lekker. Ja, hij krijgt mijn ledpaneltjes mee. We kunnen alles erin schuiven, duwen. En 2 M18. Nou ja, zo doen we dat eigenlijk een beetje. Qua poppetjes op de draaien. Kijken hoe, waar komen de lampen te staan. Mijn idee is dat. Wat is wel nodig, wat is niet nodig? We kunnen hier best beginnen. Als ze hier beginnen, dan gaan ze daar bouwen. Ja, oké. Als ze hier toch geen licht nodig hebben. Nou, dat is een beetje het praktische. Zo kijk je een beetje. Zelfs als ik een script schrijf. Maak ik zo'n verhaal dat ik denk van oké, in de montage kan ik daar dan dit mee doen. En dat is heel erg leuk. Nou, ik heb het script bij me. En dan ga ik eigenlijk aan de hand van het script, dat ik de cameraman is ook net gearriveerd. Gaan we kijken van nou, welke shots gaan we dan waar maken en waar lopen we tegenaan. Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag, waar gaan we tegenaan lopen? Dat is het eigenlijk. En kunnen we daar nu alvast wat aan gaan doen? Dan bijvoorbeeld daar boven, dat is een glazen dak. Stel je voor dat de zon heel hard gaat schijnen, nou ja, dan heb je toch wel iets van zwarte lappen nodig of iets van een tapijt om het af te dekken. Anders kan je daar niks. Nou, goed om dat bij te hebben. Bij ieder locatiebezoek maakt Sander uitgebreid aantekeningen. Maar om een beter beeld te hebben, maakt hij foto's op locatie van zowel de binnen- als buitenomgeving. Samen met de lichtman en de producent kijkt hij goed rond waar hij bijvoorbeeld op de draaidag zijn apparatuur kwijt kan. Alleen dat je niet te veel die handel moet zien, omdat het dan wel heel erg bepaald is. Maar als je bijvoorbeeld één hoek gaat,
Ja. Kijk, dit met de tafel bijvoorbeeld, omdat ik ga gewoon naar huis gaan, je ziet niet wat hier is dan. Ja. Kijk, als je dit ziet, dan denk je meteen van, hé, dat is wel een heel gek huis. Dat moet je niet hebben. Korte shots met een kat die zich verstopt. Dus een meisje zou bijvoorbeeld kijken, hé, is die kat hier? Zo. En misschien is het ook wel leuk dat ze in de keukenkastje kijken, weet je, ook op plekken waarvan je denkt van, oh ja, daar kwam zo'n kat niet in de oven of zo. Ja. Mag ook wel een beetje humor zijn. Poepie, weet je. Zo. Dat zeg ik wel leuk. Nou, dat zijn echt effect shots. Dat hoef ik in principe hoeft het wel niet shots te zijn die ik echt op basis gebruik. Zeg maar, daar vind ik hem leuk om het echt cartoonachtig te houden. Oké. Okay. Ja. Cool. Ja, nou, dit is wel duidelijk. Wij gaan zo naar een bos dan. Ja. We zijn er half drie, dus we een kwartier rijden. Of 20 minuten rijden. Nog niet eens. 5 minuten. Ja, 5 minuten zelfs. Nou, 8 was ik vanaf. En daarna zijn we naar de première geweest van mijn film. Nou, dat maak ik niet zo heel vaak mee, want ik maak met name corporate films, dus bedrijfsfilms. En ook commercials. En heel af en toe ook een korte speelfilm. Moet je bek houden, klootzak! Dit was een speelfilm en dat ging over huiselijk geweld. Heftig onderwerp, hadden best wel veel budget, dus we konden echt met hele mooie, hele goede acteurs werken. En met een hele mooie camera. Voor de kenners een Alexa Mini LF. En de cameraman die was er ook bij. Dat is dezelfde cameraman als waar ik op locatiebezoek ben geweest. En de belichten ook. Ja, het is heel gaaf om gewoon zoiets in de bioscoop te zien op groot scherm. Ook wel heel spannend. Want in één keer zie je alles. En hoor je ook alles. Ik had een hele mooie geluidsmix laten maken. Alleen degene die mix maakte, die was niet zo bedreven erin. Maar uiteindelijk klonk het nog best wel aardig. Ja, en dan mag je daarna alle complimenten in ontvangst nemen van wat mensen ervan vinden. Dan zullen ze nooit zeggen dat het een volkomen rukfilm is op zo'n première. Mensen zijn dan wel lief. Maar ik geloof wel dat mensen echt oprecht onder de indruk waren van de film. Ik geloof wel dat ze echt oprecht geraakt waren. En het komt deels door het onderwerp. Deels ook doordat mensen die het hadden meegemaakt ook in de film werden geïnterviewd door de acteurs. Dus het was ook echt dat mensen hun verhaal vertelden van ja, dit heb ik meegemaakt. Dus dat was, dat maakte wel indruk. Daarna nog eventjes gekletst met de directeur voor een nieuwe film. Dus we gaan daar waarschijnlijk weer een vervolg op maken. Ja, dat is natuurlijk ook, door als je regisseur bent, ben je niet alleen bezig met filmpjes maken, maar ook met jezelf verkopen, filmpjes verkopen, zorgen dat alles goed loopt. Dus het is best wel breed. En dat is het leuke ook aan mijn vak. Soms ben ik een hele dag aan het schrijven. Dan zit ik gewoon lekker in de huiskamer. Soms zit ik ook in de montage. Of op een opnamedag natuurlijk. En dan vertel ik een cameraman welke shot ik voor me zie. Dus het is een ontzettend breed vak en elke dag is weer anders. Voor de première van Sander's film Scherp waren we samen met 28 andere genodigden aanwezig in Vuur Den Bosch, waar de film voor het eerst op het grote doek werd vertoond. Door de coronamaatregelen mochten er helaas maar 30 mensen aanwezig zijn. Sander had om die reden zelf cola en popcorn meegenomen, om de mensen alsnog van een hapje en drankje te kunnen voorzien. Ik raad ook altijd iedereen aan die met film bezig is, begin eerst eens even met montage. Want dan zie je eigenlijk alle fouten die je kan maken als cameraman. De beelden die je mist. En je weet eigenlijk wat nodig is voor een goede film. En dan volgt eigenlijk de rest wel.
Dit was de documentaire over Sander Lichthart. Wil je meer van zijn werk zien? Ga dan naar sanderlichthart.nl.